Brain. Ja, we gaan gewoon met het interview beginnen. Ja, maar ik wil dit gewoon goed hebben. Dag dames en heren, een hele goede avond en welkom bij Backstage. Vanavond zijn we weer neergestreken in Orpheus en natuurlijk voor de musical Spamalot, de doldwaze musical. En ik sta hier tussen twee hoofdrolspelers, Owen Schumacher en Paul Groot. Welkom. Jullie zijn net aangekomen hier in Apeldoorn. Ja. En welkom in Apeldoorn, want ja, jullie blijven hier wel 2 weken zo'n beetje wonen, hè? Ja, knappe jongen die ons hier wegkrijgt, hoor. Nee, 2 weken lang. Ja, en hoe vind je dat? Ja, hartstikke leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Tot nu toe de hele tour. We zijn maar steeds 2 weken op. En langzaam ga je een beetje thuis voelen. De eerste dag zat ik nog een beetje wennen. En aan een nieuwe zaal. En aan, maar langzamerhand ga je thuis voelen. En het is heerlijk. Ja, dan wordt het echt een beetje eigen. Ja, jullie die doen 5 theaters aan. En dit heet een hit-run musical. Wat is dat? Hit-run musical. Ja, omdat het zo kort is. Mensen zijn gewend zo langzamerhand dat musicals jarenlang lopen. En dat Albert Heijn op een gegeven moment kaartjes gaat weggeven en zo. En dat is in dit geval niet zo. Dit is echt het laatste theater dat we aandoen. De laatste 2 weken dat we spelen. 14 nog maar. Dan houden we ermee op. Who's the king? Me here. Who's the king? Me here. I say I hear. Om toe. Ze maken grove gebaren, heer. De schurken. Geen grammetje ridderlijkheid. Ik zwaai met mijn geslachtsorgaan in de richting van uw lieve tantes. Gij onnozele afwegen van iemand anders ridderorgaan. De ridders van de tafelronde dansen elke seconde. Op de maan, wijs maar gaat, we hebben het uitgevonden. Het is hier goed in Camelot, je hebt hier geen parkeergebod. Legendarische koning en zijn dapperen. Ja, jullie maken echt je musical debuut, hè? Van ja, Couvenon, jij wel? Paul had al wel eens eerder een poging in die richting gedaan. Geslaagde poging overigens. Ja, maar jij hebt vroeger ook musicals geschreven, hè? Toen je nog heel, heel jong was, toch? Ja, op de middelbare school, dat telt niet mee, hè? Maar jullie houden wel een beetje van musicals. Zeker dit soort comedy musical comedy, zoals het dan heet. Dat vind ik, ja, als er wat te lachen valt. Je moet mij niet alleen maar vragen voor de zang en de dans. Hoewel ik alles al steeds meer de smaak te pakken begin te krijgen. Maar als er ook wat te lachen valt, dan vind ik het hartstikke leuk. Waarom is het een anti-musical? Het leuke is dat mensen die niet van musical houden zeggen, ik heb toch een hele leuke middag. En mensen die wel van musical houden zeggen, ja, het is toch ook nog een goede musical met goede nummers en leuk danswerk. En er worden leuke grappen ten koste van de musical gemaakt. Gewoon de clichés worden er even goed uitgetild. En er zitten heel veel goede grappen in. Dit is de heilige graal. Kijk goed, want dit is uw doel, Arthur. De kweeste naar de heilige graal. Ja, meneer, maar hoe? Ja, vind nou gewoon dat ding, ja. En Erik Idle, dat is de schrijver van Monty Python, die is ook bij jullie op bezoek geweest, in Carré. Hoe was dat om die man te ontmoeten? Ja, te gek. Dat was echt heel erg leuk. Dat was natuurlijk heel spannend, want hij ziet overal ter wereld versies van Spamalot. En dan zou hij die van ons komen beoordelen. Maar gelukkig was hij heel enthousiast. Ja, want hij vond de decor en de kleding vond hij ook heel bijzonder. Ook dat, maar hij was over ons ook heel tevreden. Over de cast was hij ook heel tevreden. Dat vond ik eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Want hij had ons van tevoren op het hart gedrukt. Maak het niet te bont. Ga niet omdat ik er ben. Dat moeten ze tegen jullie zeggen. Nou ja, ga het niet overdrijven. Weet je wel? Ga het niet overacten. Omdat ik er ben. Ga het gewoon net zo spelen zoals altijd. En dat was leuk. Zijn jullie ook naar België geweest om te kijken? Ja, want het heeft eerst even 2-3 weken in België gespeeld. En het was hartstikke inspirerend om daar de mensen aan het werk te zien die jouw rol deden. Zeg maar. En dan te denken van, dat is leuk, dat kan ik ook doen. Dat zou ik net anders doen. Of, dat was wel heel inspirerend. Ik heb ook de Engelse versie gezien dus en de Amerikaanse op YouTube weer bij elkaar. Dus overal probeer je weer dingen vandaan te plukken om dan daar samen iets van in je hoofd te maken en probeer er nog net weer iets eigens aan toe te voegen. Niemand komt mij voorbij. Als koning der Britten gebied ik u opzij te gaan. Om de drommel niet. Het zij zo. Het is maar een grammetje.
schrammetje. Uw arm ligt eraf. Helemaal niet. Kom op dan, Mietje! We gooien het pijltje erbij neer, hè? Luister, halve garen. Je hebt geen armen meer over. Wie zegt dat nou? Kijk dan! Speelden jullie vroeger vaak riddertje? Jij bijvoorbeeld wel? Ik had wel zo'n plastic ding, dat je dan voor kon binnen en zo'n plastic helm met een ding erop. Maar er zat één heel hard puntje in, dus ik had altijd hier zo'n klein korstje zitten van die plastic ridderhelm. Oké, okay. Ja. Want je vond het toen al wel leuk en het was eigenlijk wel je droom om een keer Sir Lancelot te gaan spelen. Nee, maar iets van Monty Python spelen daarentegen, dat was toch echt wel, tenminste, Monty Python waren echt wel helden vroeger. Dus dat je op een podium moest staan en hun werk mocht vertolken, dat één van hen kwam kijken en de zegen gaf, dat was toch wel, was wel bijzonder. Ja, en jij hield ook vroeger al van verkleedpartijen. Ik heb een beetje in jou verdiept, maar daar hield jij vroeger ook al van. Hoe is het nu om zo'n ridder te zijn? Ja, dus, ja, het is te gek allemaal. Het is vooral heel erg leuk om materiaal in handen te hebben waar mensen zo hard om lachen. Wat zo vol zit met goede grappen. En als je vanaf de eerste lach in de zaal al de goede reactie van de zaal hoort, dat je dan al denkt van, oh, zo komen er nog veel meer. Dat is vooral heel fijn. Bellen een oude ster van toen. Vraag die eikels van Koefnoen. Musicals zijn niet te doen zonder sterren van tv. Jack van Gelder, waar ben je? Een cadeau is, principes zijn als producent passé. Dus wil je groot succes, leer dan deze wijze les. Is het moeilijk om je zei het net al, om er toch niet iets nog aan toe te gaan voegen? Nee, dat mag ook. Je mag ook iets aan toevoegen. Het hoeft niet een soort kopie te zijn van wat Eric Idle ooit met Mike Nichols op Broadway heeft bedacht. Maar hij wilde gewoon niet dat je te lollig gaat doen, begrijp je? Dus je moet gewoon echt de rol spelen zoals de rol gespeeld moet worden. En niet smieren om effecten te scoren bij de zaal. Dat is niet de bedoeling. Zit in elke show zo'n hartverscheurend lied. Aan het eind ligt sowieso een tongzoen in het verschiet. En dit is het dus weer. Zo'nzelfde lied. Waar is de snik? Waar? Heel weemoedig lied, dat diep raakt in het hart. Het wordt uw favoriet, we zingen het met smart. Oh, dit is dus weer hetzelfde lied. Dus geniet. Dus geniet! Nu even geen gekeug, de brug die blijkt een brug. Te ver, mijn keel is schor en rood. Ik zing in je gezicht, je staat recht in mijn licht. Dan gaan we nu omhoog. En dit zit op een ei. Linda Wagenmaker staat naast mij, ook een van de hoofdrolspelers van de musical Spamalot. Linda, hoe gaat het met je? Het gaat heel erg goed. Ja, we zijn alweer een paar weken onderweg en ja, het is gewoon een groot feest eigenlijk. Ja, ik hoor het ook net. Iedereen die vindt het helemaal super, hè? Ja, ja, het is ook comedy, dat maakt je ook blij. En mensen horen lachen en ja, dat geeft energie. Dus wij genieten ervan. We zuigen het op als sponsor, zeg maar. Zolang als het kan nog. Ja, en hoe anders is deze musical voor jou dan anderen? Want jij hebt bijvoorbeeld in, ik noem maar iets, Miss Saigon gespeeld. Hoe anders is deze musical? Nou ja, heel anders natuurlijk. Het is qua spektakel is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Want we hebben ook een gigantisch ensemble en een geweldig decor. En nou ja, alles wat bij een grote musical hoort. Alleen ja, het is geen drama. Het is alleen maar lachen. Vooral lachen om jezelf. Veel zelfspot en gek durven doen. En dat toch in alle serieuzigheid. Dus dat is wel een beetje een tegenstelling, maar daarom heel erg leuk. Ja, jij bent de vrouwelijke hoofdrol. Meer zijn er ook niet, hè, van de vrouwen. Allemaal mannen, hè? Hoe gaat dat met die mannen? Ik moet zeggen dat ik dat heel erg gezellig vind. Ik was bij de repetities was ik inderdaad in het begin ook het enige meisje. En ik moet zeggen dat me dat heel erg goed beviel. Heb je een eigen kleedkamer? Ja, dat wel. Jammer genoeg.
Gewoon gezellig bij die man, kan jou het schelen. Ja, dat is wel af en toe, dan denk je, oh, nou, vandaag ook zijn we weer voor het eerst in theater. En dan denk je, oh, jee. Nou, ja, dan ben je zo alleen. Ja. zij zit allemaal lol te maken. Met z'n vieren, met z'n gezellig in één kleedkamer soms. Ja. Maar nee, maar we zoeken elkaar wel op gewoon tijdens de show en dollen we wat. Ja. Ja. Ja, jullie zijn nou in Apeldoorn en 19 juni de laatste voorstelling. Hoe zal het voor jou zijn? Ja, jij moet nou al bijna huilen. Dus, Maar hoe zal het zijn? Ja, ik vind het heel erg. Ik heb nu al een week lang dat ik echt een knoop in mijn maag heb van, oh jee, dan is het echt afgelopen. En de tijd is zo snel gegaan en dat is meestal als je lol hebt, dan gaat het heel snel. Heb je dat bij die andere musicals, dat gevoel ook gehad wat je nou hebt? Ook wel, maar dit is wel heel kort. Gewoon, het is natuurlijk een korte speelperiode geweest van 10 weken. En meestal heb je 6 maanden, dus dan is het een stuk korter. Is dat niet lekker dat je wel kan overzien nou van, oh, dan is het over? Of maakt jou dat niet zoveel uit? In dit geval maakt mij dat helemaal niks uit. Ik zou het met liefde nog 6 maanden achteraan plakken, want het is gewoon zo leuk. En het straalt ook af van het toneel. Iedereen heeft ook echt lol, dat zeggen de mensen ook altijd als ze achteraf komen van, ja, je ziet gewoon dat jullie het zelf ook leuk vinden om te doen. En dat is wel heel erg tekenend. Zou dit misschien een van de leukste dingen worden die jij tot nu toe hebt gedaan? Ja, ik denk het wel. De leukste, absoluut. Want het is, je hebt mooie shows, je hebt grappige shows, maar dit is echt ook qua alles. Ik vind het de sfeer achter en voor vind ik geweldig. Op het toneel is het leuk. En leuke groep mensen en goede mensen ook. Ja. Wie heeft jou gevraagd voor deze rol? Ik heb echt auditie gedaan. Ik heb Kim naar casting heeft gevraagd van, joh, wil je dat eens een keertje proberen? En kijk alsjeblieft even op YouTube, want het is echt gekkigheid. Ik weet niet of het iets voor jou is. En ik ken zag je het hele verhaal van Monty Python? Ik ken Monty Python. De Holy Grail heb ik vaag ergens een keertje gezien toen ik op de middelbare school zat. Want dan deed onze juffrouw, als ze geen zin had, in Engels geven. Yeah. Stopte ze gewoon een videoband erin en dan keken wij Monty Python sketches en films. Dus ik ken het al wel. Maar wat er heel anders is hier, is de vrouwelijke hoofdrol. Je bent Dame van het Meer, hè? De Dame van het Meer, die komt er eigenlijk niet zo in voor. En die is er echt later ingeschreven. Dus voor mij was dat element echt nieuw. En het leuke ervan is dat zij ook gespeeld wordt door Sarah Ramirez, die ook in Amerika of New York heeft ze er een Tony Award voor gewonnen. En zij speelt op het ogenblik in Grey's Anatomy als Kelly Torres. En daar was ik al helemaal fan van. Dus toen ik die filmpjes zag op YouTube, dacht ik, ja, dat wil ik doen! En het is gewoon ook natuurlijk helemaal, het is van de pot gerukt natuurlijk, wat zij allemaal mag doen. Ze mag van klassiek tot gospel, tot musical, tot hele heftige dingen mag ze doen. En dat allemaal in één show. Met de nodige hilarische teksten en gezichten. Dus dat, ja. Het is wel op jouw lijf geschreven, of niet? Ja, dat is het wel. Ja, mensen die komen kijken, mijn familie en vrienden en zo, die zeggen, ja. Ja. Ze speelt zichzelf. Ja. Dit is nou echt gewoon iets wat als een handschoen past, zeg maar. Dus het is echt, leuk. Alsjeblieft, we brengen nu een buksenshaag. Oh. Mogen wij nu passeren? Dat is een mooie buksenshaag. Ja, toppertje. Met dat fijne aroma van kattenpis. Hoe is het onderling met Johnny Kraaikamp en om te spelen? Ja. Het is nog 2 weken, het is even door buiten. Nee, we hebben het hartstikke leuk met elkaar. Dus we zitten nu ook weer met elkaar in een kleedkamer en zeiden alleen maar tegen elkaar, oh gezellig, in plaats van dat je denkt van, oh, mag ik in godsnaam mijn eigen kleedkamer. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat het na deze 2 weken alweer is afgelopen. En jullie zijn toch wel een beetje familie geworden.
Ja, zo voelt het wel. Een soort schoolreisje is het met elkaar. Weet je, 10 weken op stap en 7-8 keer per week, wat toch ook best intensief is. Maar ik kan nou al pijn in mijn buik krijgen van het feit dat het over 2 weken is afgelopen. Dat is volgens mij een goed teken. Ja, wat zal het gevoel zijn 19 juni hier in Orpheus de laatste keer? Zeer weemoedig, denk ik. Want het is zelden dat je het zo'n leuke productie mag doen. Met zoveel mensen, want zoveel dat doe mensen. Jij ook niet altijd. Nee, dat is echt heel erg bijzonder en heel erg leuk. Kan je in kort even vertellen voor de mensen thuis waar Spamalot over gaat? Ja, Spamalot is de zoektocht van koning Arthur naar de Heilige Graal. Daarvoor moet hij een aantal mensen om zich heen verzamelen, ridders die hem helpen bij die zoektocht. Daar heeft hij niet echt een neus voor om daar de juiste mensen voor bij elkaar te staan. Maar ze gaan moedig door en komen onderweg allerlei wezens, mensen, obstakels tegen die hem belemmeren om die graal uiteindelijk te vinden. Maar hoe dat afloopt, dat moet u zelf gaan bekijken in Orpheus. Dat kan tot en met de 19e. Always look on the bright side of life. Ha! Always look on the bright. Ik wil nog wel even weten of jullie nog weer Koevenoen gaan doen. Jazeker, vanaf 17 september, 18 september. Dus de derde week van september. Op een zaterdagavond weer op het vertrouwde tijdstip op Nederland 1. Gaan we weer voor de buis liggen. Lang. Ja. Helemaal goed. Zeg, ik wens jullie heel veel succes straks. Dankjewel, heel veel plezier. Ja. En genieten van de komende 2 weken hier in Apeldoorn. Gaan we doen. Okay. Wij hebben er al heel veel zin in. Dus, dankjewel. Wie ben jij? Ik ben uw zoon. Nee, niet jij, hij. Ik ben de heer Lancelot van Camelot. Hij komt mij redden, vader. Nou, laten we niet over haast tot conclusie. Nee. Maar dat zijn leuke gordijnen, zeg. Vind je? Waar heb je die in godsnaam vandaan? Kent je Mary Borsato? Ja, dat is. Dat heeft een meeste aanbieden. Met die fijne pak, maar met die andere jurk. Hoe vaak moet jij je wel verkleden? Oh, dat is zo geweldig. Ik heb iets van 6 verschillende kostuums en allemaal heel mooi. Dus ik ben een soort van verkleedspel met mezelf aan het spelen. Dat is erg leuk. Nou, leuk. Ik vroeger ook al toen ik 8 was. Dus ja, dat vinden wij meiden toch leuk. Ja, we houden ervan. Ja, zeg, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Dames en heren, en wilt u Linda zien hier in Orpheus in het echt? En natuurlijk willen mensen dat. Ja, natuurlijk. Ja, dan kunt u eventjes kijken op de website van orpheus.nl. Of u belt met het bespreekbureau. Dat is 0900-123-0123. En Linda, jullie staan hier nog. Tot en met 19 juni, dat het dat wel even goed zeggen. Ja, plus matinees op de zaterdag en de zondag. Dus dat kan ook nog. Kijk eens aan, wat een reclame hebben we gemaakt. Helemaal goed. Heel veel succes. En dames en heren, dit was tot zover Backstage met Spamalot. En de volgende Backstage, dat zou zomaar eens eens... Dit? Ja, die. En dan Zorro. Ja. Dus dat zou zomaar Zorro kunnen zijn. Ik wens u een hele fijne avond. En wat mij betreft misschien tot Zorro. Dag.